Ja, het is mooi dat je ergens alles met elkaar moet delen. Dus, en de successen, maar ook de moeilijke tijden. Dat vind ik verdieping in de sport, ja. Vincent Terschuren en Timo Fransen. Ze rijden pas 3 maanden samen, maar blijken een gouden duo. Ze plaatsen zich pijlsnel voor het WK in Amerika, ondanks de oogafwijking van Vincent. Ik zie nu nog een koker ongeveer van 20 graden. En dat wat ik zie ik nog redelijk scherp, maar het zal verminderen. Geen reden voor neerslachtigheid. Met Timo aan het stuur en Vincent als stoker achterop is het duo inmiddels tijdrijspecialist. Nou, gelijk eigenlijk al vanaf het begin was er een bepaalde chemie die ervoor zorgde dat we redelijk vlot op elkaar ingespeeld raakten en de snelheid te pakken hadden. Ik ken nooit Vincent van, joh, ik word helemaal doodsbang van die kerel voorop. Ja, zeker. ja, ik heb al een aantal momentjes gehad van, oh jee, als dit maar goed gaat. Ja. Want inderdaad, het gaat heel erg hard, Timo, maar jij kunt het wel allemaal onder controle houden? Ja, ik denk dat ik een van de betere stuurmannen ben voor op de tandem. Maar ik ben al nooit gevallen, ik klop gelijk even af. En ik kan de bochten goed inschatten en we gaan met hoge snelheid door de bocht. Ja, het is, ik moest nog een paaltje omver schoppen in het begin om achterop de tandem te zitten en het stuur uit de handen te geven, letterlijk. Maar inmiddels, nu ik een stukje verder ben, is de snelheid en de kracht en de dynamiek die erbij komt kijken, is fantastisch. 23 september rijden de twee hun WK in Greenville, Amerika.